Aan de Rijksstraatweg van Driebergen naar Doorn ligt het landgoed Aardenburg, een herstellings- en trainingsoord voor gewonde of invalide militairen. We zijn er kort geleden op bezoek geweest. De afdeling voor mechanische therapie beschikt over de modernste apparaten waarmee spieren of gewrichten die ten gevolge van opgelopen verwondingen niet meer voldoende functioneren, weer aan het werk worden gezet. Een pendelapparaat voor het mobiliseren van het kniegewricht. Een roeiapparaat, onder andere geschikt voor het versterken van de bovenbeenspieren. Een stuurwiel voor het schoudergewricht. Een verstelbare home trainer voor beenpatiënten. Tot de verdere medische behandeling behoren onder andere bestraling en elektrische therapie. Met een controlelamp wordt nagegaan of de bestraling op de juiste plaatsen geschiet. Aardenburg heeft ook diverse afdelingen voor arbeidstherapie. Het werk dat hier gedaan wordt, is er ook op gericht bepaalde spiergroepen te activeren. Ook wordt in deze werkplaatsen het gebruik van de kunstledematen geleerd. De gehele training heeft ten doel de gewonde en invalide militairen in staat te stellen hun plaats in het productieproces weer in te nemen. In zeer vele gevallen keren zij als volwaardige arbeidskrachten in de maatschappij terug. Volwaardig, daarvan mogen de hier tentoongestelde werkstukken welke in Aardenburg vervaardigd werden, een bewijs zijn.